Ik ben gamethinker. Van origine ben ik ontwerper van informatie eigenlijk. En door de jaren heen ben ik gameontwerper geworden. En nu noem ik me gamethinker omdat ik vooral bruggen sla tussen degene die wil zoeken naar games en oplossingen en die ze kunnen maken. Nou, als bijvoorbeeld een patiëntenvereniging bij ons komt om met de vraag van wij hebben een probleem en kan een game daartoe een oplossing zijn, dan gaan we eerst echt helemaal het probleem goed uit elkaar trekken, omdat we erachter moeten komen waar zit het probleem precies. En vervolgens willen we ook eigenlijk weten wie zeg maar de speler gaat worden van het spel. En die willen we ook doorgronden om te weten van wanneer gaat hij spelen, welke behoeften heeft hij, hoe kunnen we daaraan voldoen. We zitten inderdaad op een piek nu, is er ontzettend veel aandacht voor gamen en iedereen gelooft bijna in de heilige graal van gamen. Terwijl de discussie over de gevaren van gamen, geweld, verslaving enzovoorts ook aan de hand is. Nou, we weten eigenlijk al heel lang dat piloten leren vliegen met simulaties. Dat is eigenlijk een virtuele wereld waarin ze gezet worden om te leren vliegen. Dat is zover uit de hand gelopen dat mensen ook zonder vliegopleiding tegenwoordig een vliegtuig bijna kunnen besturen. Omdat ze het game zo leuk vinden. En zo zijn er heel veel meer toepassingen waarin gespeeld wordt en geleerd wordt. Chirurgen leren ook via games heel veel. Dat was eigenlijk ook al heel lang dat ze, vroeger sneden ze op lijken. Dan zou je kunnen zeggen dat een lijk ook een simulatie was. En dat ze toen al aan het spelen waren, maar dat is al heel cru gezegd. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat chirurgen goed leren snijden zonder het risico te lopen dat ze slachtoffers maken. Dus er zijn altijd heel veel simulatiemachines ook gemaakt en dat is allemaal steeds dichter bij de werkelijkheid gekomen. En het is nu ook steeds speelser geworden. Dat ze nu ook, voordat ze de operatiekamer ingaan, moeten ze eerst even een kwartiertje gamen om hun oog-handcoördinatie op te warmen. De kern daarvan, waar het allemaal over gaat, is dat ze spelen. En dus we maken verschillende producten voor al die verschillende partijen. Het spelenderwijs leven en leren en samen met elkaar communiceren, dat is wel eigenlijk de overlappende kern daarvan. Oh, dat is bijvoorbeeld één goed voorbeeld ook, dat er nu een game is gemaakt voor chirurgen om laparoscopie te leren. Dus dat is van buiten een lichaam in een lichaam opereren. Daar is een game van gemaakt wat ook als entertainmentproduct op de markt komt. En dat is ook wel heel grappig om te zien dat die niches op die manier gewoon eigenlijk ook totaal omgekeerd zijn. Dus binnenkort komt die op de markt en dan kunnen we allemaal gaan leren hoe je de beste laparoscopie chirurg kan worden. Onder Mediadoktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.